Hoofdstuk 3. Rechtvaardig en die rechtvaardig maakt. Wij hebben de goddeloze gerechtvaardigd gezien en de grote waarheid overwogen dat God alleen de mens kan rechtvaardigen. Nu gaan wij nog een stap verder en vragen: hoe kan een rechtvaardig God schuldige mensen rechtvaardigen? En op die vraag ontvangen wij een volledig antwoord in de woorden van Paulus in Romeinen 3, vers 21 tot 26. Wij zullen de 6 versen van dit hoofdstuk lezen, zodat wij dit stuk van de Bijbel in haar volle samenhang kunnen nagaan. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Vergun mij om hier iets mee te delen van een persoonlijke ervaring. Toen ik mij onder de hand van de Heilige Geest bevond en van zonde overtuigd was, had ik een zeer duidelijk besef van Gods rechtvaardigheid. De zonde, wat zij ook voor andere mensen mocht zijn, werd voor mij een ondraaglijke last. Ik was niet zozeer bevreesd voor de hel. Ik was bevreesd voor de zonde. Ik kende mijzelf zo schuldig dat ik voelde dat als God mij niet strafte voor de zonde, hij dit dan toch behoorde te doen. Ik was ervan overtuigd dat de rechter van de gehele aarde zulke zonde als de mijne was, behoorde te veroordelen. Ik zat op de rechterstoel en ik veroordeelde mijzelf tot de dood. Want ik beleed dat, als ik God was geweest, ik niet anders had kunnen doen dan zo'n zondig, schuldig schepsel tot de diepste diepte van de hel te veroordelen. En gedurende al die tijd was het mij heel erg te doen om de eer van Gods naam en de onschendbaarheid van zijn zedelijke regering. Ik was mij bewust dat het mijn geweten niet bevredigd zou hebben als ik op een onrechtvaardige manier vergeving kreeg. De zonde die ik had bedreven moest gestraft worden. Maar nu deed zich de vraag voor hoe God rechtvaardig kan zijn en mij toch kon rechtvaardigen, die zo schuldig ben geweest. Hoe kan hij rechtvaardig zijn en toch tegelijk ook de rechtvaardiger zijn? Vroeg ik aan mezelf. Ik werd gekweld en beangstigd door deze vraag en ik kon er geen antwoord op geven. Werkelijk nooit zou ik een antwoord hebben kunnen uitdenken dat mijn geweten zou hebben bevredigd. De leer van de verzoening is voor mijzelf een van de stelligste bewijzen van de goddelijke ingeving van de Heilige Schrift. Wie zou hebben kunnen denken dat de rechtvaardige heerser zou sterven voor onrechtvaardige rebellen? Dit is geen leerstelling van een menselijke godenleer, geen droom van een dichterlijke verbeelding. Deze manier van verzoening is alleen bekend geworden onder de mensen omdat zij een feit is. Niemand zou in staat zijn geweest om zoiets te verzinnen. God zelf heeft haar verordineerd. Het is geen zaak van verbeelding. Ik had van het plan van de zaligheid door Jezus of gehoord van mijn jeugd af. Maar in het binnenste van mijn ziel wist ik er even weinig van, alsof ik een hottentot was geweest. Het licht was daar, maar ik was blind. Het was volstrekt noodzakelijk dat de Heere zelf mij de zaak duidelijk zou maken. Het was mij als een nieuwe openbaring, alsof ik ervoor nooit in de schrift had gelezen dat Jezus werd verklaard een verzoener voor de zonde te zijn, zodat God rechtvaardig zou zijn. Ik geloof dat het als een openbaring moet komen tot de ziel van ieder wedergeboren kind van God. Elke keer als hij de heerlijke leer ontmoet van het plaatsbekledend lijden van de Heer Jezus. Ik begon te begrijpen dat de zaligheid mogelijk was door een offer dat voor mij was gebracht. En dat er in zulk een offer door God is voorzien. Het werd mij te zien gegeven dat hij, die de Zoon van God is, gelijk met de Vader, van ouds was aangesteld tot het verbondshoofd van een verkoren volk, zodat hij in deze hoedanigheid voor hen zou lijden en hen zou behouden. Aangezien onze val in het begin niet persoonlijk was, omdat wij in onze gemeenschappelijke vertegenwoordiger, de eerste Adam, zijn gevallen, is het mogelijk voor ons geworden om weer opgericht te worden door een tweede vertegenwoordiger, door hem namelijk, die het ondernomen heeft om het verbondshoofd te zijn van zijn volk, zodat hij
hun tweede Adam is. Ik zag dat ik, voor ik nog daadwerkelijk gezondigd had, toch al gevallen was door de zonde van mijn eerste vader. En ik verblijde mij omdat het nu volgens wet en recht mogelijk was geworden om door een tweede verbondshoofd en vertegenwoordiger weer op te staan van die val. De val in Adam biedt een mogelijkheid ter ontkoming. De tweede Adam kan het verderf wegnemen dat de eerste Adam over ons heeft gebracht. Toen ik gekweld werd door de vraag of het voor een rechtvaardig God mogelijk zou zijn om mij te vergeven, begreep ik, zag ik door het geloof dat Hij, die de Zoon van God is, mens is geworden en in zijn eigen gezegend lichaam mijn zonde gedragen heeft aan het kruis. Ik zag dat de straf die mij de vrede aanbrengt op hem was gelegd en dat door zijn striemen mijn genezing was geworden. Waarde vriend, hebt u dit ooit gezien? Hebt u ooit begrepen hoe God ten volle rechtvaardig kan zijn, hoe hij geen straf terughoudt en de scherpte van het zwaard niet stom maakt en toch de goddeloze die zich tot hem wendt kan rechtvaardigen? Het was omdat de Zoon van God, de Hoogverhevene, het ondernomen heeft de wet te rechtvaardigen en te handhaven door de straf te ondergaan die ik had moeten ondergaan, dat God mijn zonde kan voorbijgaan. De wet van God is meer gerechtvaardigd door de dood van Christus dan wanneer alle zondaren in de diepte van de hel waren geworpen. Want dat de Zoon van God voor de zonde heeft geleden, was een heerlijkere bevestiging van Gods regering dan wanneer het hele menselijke geslacht zou hebben geleden. Jezus heeft voor ons de doodstraf ondergaan. Aanschouw het wonder. Daar hangt hij aan het kruis. Dit is het grootste, het meest wonderlijke gezicht dat uw ogen ooit kunnen aanschouwen. Zoon des mensen, daar hangt hij. Ondraaglijke pijn aan het lijden. Hij, de rechtvaardige voor ons, de onrechtvaardige, om ons tot God te kunnen brengen. O, de heerlijkheid van dat gezicht. De onschuldige gestraft. De heilige veroordeeld, de eeuwig gezegende tot een vloek gemaakt, de oneindig heerlijke op een smadelijke manier ter dood gebracht. Hoe meer ik zie op het lijden van de Zoon van God, hoe meer ik er zeker van ben dat dit het is dat in mijn nood voorziet. Waarom heeft hij geleden, als het niet was om de straf van ons af te wenden? Als hij haar dan door zijn dood van ons heeft afgewend, dan is hij afgewend, en zij die in hem geloven, hoeven niets te vrezen. Het moet wel zo zijn dat, aangezien de verzoening gedaan is, God ook de zonde kan vergeven zonder de grondvesten van zijn troon te doen wankelen of ook maar op de minste manier zijn eigen wetten te schenden. Het geweten ontvangt een vol en bevredigend antwoord op zijn ontzaglijke vraag. De toorn van God tegen de ongerechtigheid, waarin die dan ook bestaat, moet vreselijk zijn boven alle dingen die wij ons voor kunnen stellen. Terecht heeft Mozes gezegd, wie kent de sterkte uw toorns? Maar als wij de Heere van de heerlijkheid horen uitroepen, waarom hebt gij mij verlaten en hem de geest zien geven, dan voelen wij aan dat de gerechtigheid van God ten volle voldaan is door een gehoorzaamheid zo volkomen, door een dood zo vreselijk, door een persoon zo goddelijk. Als God zelf buigt voor zijn eigen wet, wat kan er dan nog meer gebeuren? De verdienste van de verzoening is groter dan de strafschuldigheid van de zonde. In de grote diepte van Jezus' liefdevolle zelfopoffering kunnen alle bergen van onze zonde wegzinken. Omwille van de oneindige goedheid van deze ene vertegenwoordigende mens kan de Heere wel in gunst neerzien op alle andere mensen. Hoe onwaardig zij in zichzelf ook mogen zijn. Het was een wonder der wonderen dat de Heer Jezus Christus in onze plaats zou staan en tot ons eeuwig leed bevrijden, het wreedste jammer wilde lijden. Beelderdijk. Maar hij heeft het gedaan. Het is volbracht. God zal de zondaren sparen, omdat hij zijn zoon niet heeft gespaard. God kan uw overtredingen voorbijgaan, omdat hij die overtredingen op zijn enige geboren zoon heeft gelegd. Als u gelooft in Jezus, en dat is de zaak waar het op aankomt, dan zijn uw zonden weggedragen door hem, die om ons tot zonde werd gemaakt, en de straf op de zonde in onze plaats heeft geleden. Wat is in hem te geloven? Het is niet slechts te zeggen, hij is God en de zaligmaker. Het is hem geheel en ten volle te vertrouwen en hem van nu aan tot in alle eeuwigheid aan te nemen als uw zaligheid, uw Heer, uw Meester, uw alles. Als u Jezus wilt hebben, dan heeft hij u reeds. Als u in hem gelooft, dan zeg ik dat u niet naar de hel kan gaan,
want dat zou het offer van Christus te niet doen. Het is onmogelijk dat een offer aangenomen zou worden, terwijl toch de ziel zou sterven voor wie dat offer ontvangen werd. Als een ziel die gelooft veroordeeld kan worden, waartoe dient dan het offer? Als Jezus in mijn plaats is gestorven, waarom zou ik dan moeten sterven? Iedere gelovige heeft het recht te zeggen dat het offer voor hem gebracht werd. Door het geloof heeft hij er zijn handen opgelegd en het zich toegeëigend, en daarom kan hij ervan verzekerd zijn dat hij nooit zal omkomen. De Heere zou dit offer voor ons niet kunnen aannemen en ons daarna toch veroordelen om te sterven. De Heere kan onze vergeving niet lezen in het bloed van zijn eigen zoon en dan toch treffen door zijn toorn. Dat zou onmogelijk zijn. Ach, dat u meteen de genade mocht ontvangen om op Jezus te zien en te beginnen met het begin, namelijk met Jezus, die de bron en oorzaak is van genade voor schuldige mensen. Hij rechtvaardigt de goddelozen. God is het die rechtvaardigt. Daarom en daarom alleen kan het gebeuren. En hij doet het door het zoenoffer van zijn zoon. Daarom kan het rechtvaardig gebeuren. Zo rechtvaardig dat niemand er iets tegen in te brengen kan hebben en zo voorkomen dat op de laatste, ontzaglijke dag, als hemel en aarde voorbij gaan, er niemand zal zijn die de geldigheid van die rechtvaardiging zou kunnen betwisten. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Nu dan, arme, nooddruftige ziel, wilt u in deze reddingsboot komen zoals u bent? Hier kunt u gered worden uit de schipbreuk. Neem deze stellige verlossing aan. Er is niets in mij, zegt u. Mensen die moeten vluchten om hun leven te redden, moeten zelfs hun kleren achterlaten. Om u aan te moedigen zal ik u iets vertellen over mijzelf. Mijn enige hoop op de hemel ligt in de volle verzoening die op Golgotha is gedaan voor de goddelozen. Daarop steun ik met alle macht. Nergens anders is er ook maar een schaduw van hoop voor mij. U bevindt u in dezelfde toestand als waarin ik mij bevind. Want niemand onder ons heeft in zichzelf iets dat als een grond van hoop door ons aangemerkt kan worden. Zo laat ons dan elkaar de hand geven en op die manier, hand in hand, staan aan de voet van het kruis en onze zielen, eens en voor altijd, aan hem toevertrouwen, die zijn bloed heeft gestort voor de schuldigen. Wij zullen door één en dezelfde zaligmaker behouden worden. Als u op hem vertrouwend omkomt, dan moet ik ook omkomen. Wat kan ik meer doen dan om mijn eigen vertrouwen te bewijzen in het evangelie dat ik u heb voorgesteld?